Elke dag had hij eraan gedacht om Anna te bellen en haar alles te vertellen. Te laat. Elke dag die werd verondersteld zijn laatste te zijn, hij had haar dat moeten vertellen. Hij was te laf geweest om haar de waarheid te zeggen. Had hij te veel respect voor haar gehad? Als ze bij haar was gebleven, dan was zij gedoemd geweest om haar mooiste jaren te slijten met een man die steeds verder achteruit ging. Daarna zou zij alleen achter zijn gebleven. Daarom had hij haar laten gaan, zodat zij iemand kon vinden om oud mee te worden. Hij had nooit kunnen vermoeden dat niet zijn dagen geteld waren, maar die van haar. Hoe had hij dat kunnen weten? Hij had het zo onhandig aangepakt. Ze waren samen naar Firenze gereisd, de eerste keer dat ze met hun tweetjes op vakantie gingen. Hij proefde nog steeds de rotte smaak die dat weekend had achtergelaten. Anna had de hele tijd over de toekomst gepraat. Wist zij veel dat hij geen toekomst meer had? Uiteraard had zij gevoeld dat er iets aan de hand was. Omdat hij het haar niet had durven zeggen, waren er vaak lang stiltes gevallen. Zijn apathie had haar boos gemaakt. Veel te vaak herinnerde hij zich haar uithaal, haar woorden. De kracht van liefde is sterker dan alles, Michael. Sterker dan het noodlot, sterker dan de dood. Je kunt me alles zeggen. Vertrouw je mij niet dan? Ze waren in aparte vliegtuigen teruggekeerd. Hij had haar nooit meer teruggezien. Na Anna was hij alleen gebleven. Het leek hem niet eerlijk. Welke vrouw zou iets beginnen met een man die niet meer dan een paar maanden te leven had? Af en toe had hij een paar vriendinnen van vroeger gebeld. Ten slotte was hij ook maar een mens. One-night stands zijn een andere, zoveelste manier om gevaarlijk te leven. Met sensualiteit had dat niet veel te maken gehad. Het had hem helpen beseffen hoe belangrijk die sensualiteit voor hem werkelijk was. Al zijn focus en energie ging daarna uit naar het plan. Het plan om echt te leven. Maand na maand had Michael gewonnen. Op elke reis riskeerde hij zijn leven. Het was alsof het nemen van onmogelijke risico's hem nieuwe energie had gegeven. Was dat het? Was hij niet ver genoeg gegaan? Moest hij steeds grotere risico's nemen om zijn voorsprong op de dood te behouden en te kunnen blijven leven?